In je geboortestad kies je de ruimte waarin je thuis kunt zijn. Dat is jouw stad. Alleen maar om in de stad te zijn? Ja, dat moet op thuiskomen lijken. Aan het licht in Nijmegen kun je ook altijd zien welke tijd het is. De benedenstad is het hart van de wereld waarvan ik me verder geen voorstelling kan maken. Goedenavond iedereen aan deze tafel. Dames en heren thuis, jongens en meisjes, zoals Hubert Bruls dat altijd pleegt te zeggen. Mijn naam is Hans Peters, tot voor kort directeur van Boekhandel Dekker van de Vecht. Naast mij zit de burgemeester en fijn dat u er bent, Hubert. Hubert, ik mag het kort weer. Met groene brand. En fijn omdat u ook een supervolle agenda hebt in deze coronatijden. We zien dat regelmatig voorbij komen. We gaan in gesprek met u en de schrijvers, omdat die in opdracht van de gemeente een boek schrijven met als thema, of als waar Nijmegen een rol in speelt. Uw voorganger heeft ooit opdracht gegeven voor de ochtendgave van AFT van de Heide. Dat is met enige hapering, en met begrip voor die behapering is dat verschenen. Ja. Ik kan me herinneren dat u bij de opening van het boekenfeest in 2016 een exemplaar van die ochtendgave hebt gekregen, niet gezien hier door Adrie van der Heijden, maar door een 40-tal bibliothecarissen, boekverkopers, dichters. Gesigneerde boek heb ik ook, maar dat was het jaar ervoor gelukkig al gegeven. Ja. Maar, ik kan het nog herinneren. Ja, en schrijvers, hè, en boekverkopers, bibliothecarissen. Burgemeester, dat smaakt naar meer. En die handschoen hebt u opgepakt. En daar zijn we natuurlijk hartstikke dankbaar voor aan deze tafel. En zeker als in de toekomst goed verkoopbare boeken verschijnen. Maar waarom, burgemeester, hebt u dat kunnen voortzetten, willen voortzetten? Nou ja, eigenlijk precies zoals je het zegt. Ik zeg toch maar weer je, Hans. Blijf goed in je rol. Toen het boek van Adrie van der Heijden verscheen, kreeg dat gelijk een hele positieve respons. Niet alleen bij mensen die het wilden gaan lezen en het boek gingen kopen. Maar gewoon wat het teweeg bracht van, hey, dat is wel een hele mooie manier om met Nijmegen om te gaan. Het is geen gladde verkoop, het is geen reclamecampagne voor de stad, maar het zet je stad wel op een literaire manier neer. En het past misschien ook wel bij deze stad. Hè. Kijk, de meest bekende Nijmegenaar die nooit geleefd heeft, is Marieke van Nijmegen, van Nimwegen. En heel veel mensen denken dat is een historisch figuur, maar het is natuurlijk een mirakelspel en middeleeuwse literatuur, als ik het zo mag uitdrukken. Dus die traditie, en ik vind dat je best wel een grote stappen door de geschiedenis af en toe mag heen gaan, past het ook dat we heden de dagen nog heel veel met literatuur in deze stad bezig zijn. Er zijn heel veel mensen met literatuur bezig. Niet alleen mensen die er over schrijven, maar ook heel veel mensen die er dingen op organiseren, die er betrokken zijn. Heel veel leesclubs, heel veel mensen die lezen, die boeken verkopen. En nou ja, die combinatie van het succes van de ochtendgave en die traditie waar we in staan, en daar ben ik zelf altijd heel erg gevoelig voor, tradities en dingen die gebeurd zijn, die brachten de ideeën voor in onze gemeentebestuurders, niet alleen mijn verdiensten, maar ook van de wethouders, om te zeggen, dit is wel een hele mooie manier om voor te zetten. Maar dan moet je wel meerdere schrijvers interesseren. Als je het bij één boek laat en misschien nog een tweede boek, ja, dan is het mooi, maar dan is het over een jaar of vijf, hè, dan is dat ook alweer geschiedenis. Dan moet je eigenlijk in de loop van de jaren meerdere schrijvers weten te interesseren, te verleiden om een boek te schrijven. Nou, voilà. En er zijn natuurlijk een rijke literaire cultuur in Nijmegen, hè, met veel schrijvers, dichters. De belangrijke debuutprijs is gevallen in deze stad voor Annemarie Haverkamp. De stadsdichter Hedy Koer is zojuist aangesteld naar tientallen schrijvers die hier landelijk gepubliceerd worden. Wij gaan, dankjewel burgemeester, ja. We gaan verder, want aan deze tafel Tessa Dalo, Thomas Verbocht en Jaap Robben als schrijvers die deze met een rijk oeuvre, maar ook deze opdracht hebben aanvaard. We zijn heel blij dat jullie onze gasten zijn. Tessa, jij bent, je kunt zeggen wereldberoemd geworden met jouw tweelingboek. Ruim 1 miljoen exemplaren verkocht. Prachtig verfilmd. Thomas, jij schrijft al decennia lang over de stad, onder andere. Maar ook in algemene zin in de Gelderlander. En Jaap, jij hebt met je boeken Burk en Zomervacht al een behoorlijke indruk gemaakt. Je hebt natuurlijk brede oeuvre, ook met jeugdboeken en poëzie, et cetera.
Maar je behoort inmiddels ook tot de top van de literatuur. Ik kom daar straks op terug. Maar burgemeester, u wil wel een vraag stellen, geloof ik, voor alle drie de auteurs. We hebben elkaar nou al een paar keer ontmoet in de voorbije jaren. Maar de vraag die ik jullie nooit heb gesteld van... Hebben jullie iets van elkaar gelezen? Ja, zeker. Nou ja, ik heb De Tweeling stond op mijn leeslijst van de middelbare school. Dus dat zijn belangrijke boeken die je op je leeslijst zet. Dus, en ik las al heel veel toen. Dus ik koos ook echt boeken die ik mooi vond. Dat was geen moedje of zo. En dat is het eigenlijk voor de eerste keer dat je heel bewust iets gaat lezen. En denkt, oh, maar hier moet ik het aandachtig lezen. En het is ook een soort opstapje naar de grote mensenwereld. Want het zijn boeken die je dan... die eigenlijk voor grote mensen zijn. En je treedt daar net tot toe. Dus dat heeft op mij wel heel veel indruk gemaakt. En van Thomas heb ik, als de winter voorbij is... Ja, van Thomas heb ik een heleboel boeken gelezen. Hoe alles moest beginnen heb ik gelezen. Ik denk een stuk of 4, 5 boeken. Steeds als er wat uitkomt, dan wil ik wel van Thomas een boek lezen. Tessa, heb jij van deze jongelingen heb je niet voor de lijst op de middelbare school hoeven schrijven? Ik heb zijn eerste boek gelezen. Ja. Dat vond ik heel, heel mooi en eigen. En in alle stilte die er in dat boek heerst. We hadden het er net over, er is heel weinig dialoog. En het speelt voor een groot deel van binnen bij deze jongen. En dat, ja, ik vond dat wel een heel apart boek dat je in zijn greep krijgt. En mooi geschreven, wat je ook niet altijd kunt zeggen. En van Thomas heb ik De Winter Voorbij gelezen, maar niet zo lang geleden. Pas sinds we elkaar voor het eerst ontmoeten. Ja. Want je kunt gewoon ook niet alles lezen. Hè? Het nadeel van schrijver zijn, ik weet niet hoe jullie dat voelen... is dat je minder tijd hebt om te lezen. En zeker als je zelf het werk bent, dan lees je... Helemaal. Bijna niks. Dan moet het passen. Nee. Okay. Dan moet het passen. Ja. Maar, en dat boek heb ik ook met veel plezier gelezen... omdat ik jou er ook bij zag. Omdat ik je had leren kennen. Dat geeft een hele andere dimensie aan een boek ineens... als je de schrijver hebt ontmoet. Dat vind ik en Thomas? Tessa's debuut, Meisje van de Suikerwerkfabriek... dat wil je echt de literatuur binnentintelen... heb ik gelezen en ik was daar ook gelijk door gepakt. Ik vond het zo lekker geschreven. En sindsdien ben ik je toch... ik heb niet alle laatste, maar ik heb wel heel veel van je gelezen. En tot mijn grote genoegen. En van Jaap heb ik Zomervacht gelezen. Ik heb er zelfs over geschreven in het Parool. Hè? En ik vond het een boek wat ik zo mooi vond... dat ik dat boek echt met een... alsof ik een kamer, jou met je camera meeging. Je maakte zulke mooie scènes. Dat vond ik zo geweldig. En dat maakte zeer veel indruk op mij. Ik heb het... Dus dat is... Mooie boeken. Ja. Er zijn een paar Nijmegenaren die niet alleen meekijken morgen... maar die hebben ook een vraag voor ons in petto. Hallo, ik ben Martin. Ik ben klant van Dekker van de Vecht. En mijn vraag is, moet je niet in Nijmegen en omgeving wonen om over Nijmegen te kunnen schrijven? Nou, Tessa, volgens mij is dat een vraag voor jou. Trouwens, deze Martin is een van de vele vrijwillige fietscouriers die de boekhandel door deze moeilijke tijd heeft ingetrokken. Dus niet alleen klant, maar ook... met verf de boekhandel ondersteunt. Okay. Maar goed, hij verdient dus een goed antwoord. Die zijn, zeg je? Hij verdient een goed antwoord. Ja, dat is eigenlijk een veel diepere vraag dan je denkt. Zo op het oog. En bij deze vraag dacht ik meteen aan allerlei boeken... die niet geschreven hadden kunnen worden... als dat echt zo zou zijn dat een schrijver... de plek waar de roman zich afspeelt, zelf heel goed zou moeten kennen. En denk alleen al aan alle boeken van Jules Verne, ik noem maar wat, Dwarsstraat. Zoveel mijlen onder zee was het, geloof ik. En er zijn een aantal boeken die leven, iets met de Vesuvius herinner ik me vaag. Hoe dan ook, die zijn allemaal uit zijn brein voortgekomen... terwijl hij die onderwerpen totaal niet kende. Hij heeft ze als het ware gecreëerd. Ja. Ikzelf in De Tweeling. Ik heb
Nederland, ik heb een wereld eigenlijk beschreven die van voor mijn geboorte, die zich weliswaar afspeelt aan de Nederlandse kant in mijn familie, gebaseerd op familieverhalen, maar van de Duitse kant nog helemaal niet. En die hele Duitse wereld daar, is vanuit mijn verbeelding gekomen. Ik heb me natuurlijk wel heel erg moeten diep verdiepen in alle feiten. Want dan, als het de geschiedenis betreft, moet dat wel kloppen. Maar verder is het allemaal verbeelding. En dat wordt wel eens onderschat, omdat we tegenwoordig zoveel journalistieke schrijvers hebben. Ik denk eerlijk gezegd dat als je ergens niet woont of je bent ergens niet deel van, dat je ook dingen beter ziet. Ja, dus ja, die kans zit er ook aan. Ik denk dat als iemand zou moeten schrijven, als ik zelf zou schrijven over mijn familie, dan schrijf ik vanuit mijn eigen plek in die familie. Maar als iemand als buitenstaander dat zou observeren, een dag op een familiefeest of zo, die treft dat veel beter. Of die ziet hele andere details waar ik al jaren aan gewend ben. Bovendien, die familie is er al. Ja. Je moet als schrijver daar iets van maken. Juist, dat vind ik juist de uitdaging. En die juist verschillende invalshoeken, die zijn dus mooi. Hè? Die verschillende invalshoeken van verschillende schrijvers. Ja. Zeker, ja. En je gaat ook door je heel goed te verdiepen in al het vooronderzoek wat je doet, denk ik ook dat je met ook een klein gezonde afstand naar de stad. Wat jij ook zegt, de kracht van de verbeelding kan zelfs soms zijn dat de verbeelding sterker wordt dan de feiten. Want jij noemde die schrijvers die nooit ergens geweest waren. Ik denk dan onwillekeur aan Karl May. In de 19e eeuw, die heeft volgens mij nooit een stap buiten Duitsland gezet. En die heeft hele boeken volgeschreven voor de jongeren onder ons. Over Winnetou, Old Shatterend, voor degene onder ons die wat ouder zijn. Ja, dat is het beeld van het Wilde Westen. Ja, en we weten allemaal dat hij een veel te rooskleurig beeld. Dat was allemaal natuurlijk niet zo mooi met die indianen en die Old Shatterend die daarvoor onrecht of tegen onrecht streemt. Die heeft een hele generaties gevormd van zo ziet het Wilde Westen in de Verenigde Staten eruit. Heeft nooit een stap daar gezet, nooit geweest. Nee. Nou, je moet als schrijver ook buitenstaander zijn. Ja. Het is een veel betere plek dan ergens inzitten, denk ik. Dan heb je ook loyaliteit naar mensen of dan denk je, oh ja, dat moet ik toch net iets mooier beschrijven. Want ja, dat die en die, of je weet wie je kwetst. Ja. Ik heb trouwens de indruk dat ik veel beter over Nijmegen kan schrijven sinds ik er niet meer woon. Ja, ik kan me goed voorstellen. Ja. Ja, want jij studeerde milieukunde, maatschappij, wetenschappen. Maar toch koos jij op enig moment voor dat onzekere bestaan van dat schrijverschap. Hè? Dat coronatijd heb je er natuurlijk nu een beetje last van, maar hoe kun je eens omschrijven hoe die switch ontstond? Dat ging eigenlijk wel heel geleidelijk. Ik was altijd wel met schrijven bezig, maar dat leek me toch wel echt een beroep voor andere mensen. Ik kon me echt niet voorstellen dat je schrijver kon worden. Of dat, en dus ik had dat beeld niet zo voor ogen. En ik schreef stukjes en dat groeide een beetje uit en toen mocht ik een stukje voor de krant schrijven. Nou, dat vonden mensen wel mooi en dat werd wat meer. En toen ging ik studeren, want ik dacht, ik moet wel ergens iets vanaf weten. Dus toen ging ik milieukunde en milieumaatschappijwetenschap studeren en op kamers. En ik bleef schrijven en dat werd wat meer. En toen weet ik dat ik mijn scriptie ging schrijven. Dat ik toen dacht, ik vind het leuker om een scriptie te verzinnen dan om een scriptie dat het moet kloppen. En toen dacht ik, misschien zit het toch meer in de fantasie dan in de werkelijkheid. Ja, maar toch schrijf je. Heb je het gedaan? Ik ben nu wel nieuwsgierig. Nee, ik heb. Maar ik denk dat als mijn scriptie helemaal getoetst zou worden, dat dat. Dat ging over milieu. Ja, of mensen die milieubewust waren zich ook wel echt. Of die ook minder vervuilden of zo, ja. Kun jij eens iets zeggen over jouw schrijfmethode? Hè? Want er ontstaan hele complexe menselijke verhoudingen, hè, zeg maar. Maar ik hoorde je straks ook iets vertellen toen we hier een broodje aten van hoe dat ontstaat. Ik rommel heel veel. Dus ik heb meestal begint het verhaal met mij met een paar details en een paar kleine beelden. Dat kan echt heel erg klein zijn, een zin die iemand zegt. En dan denk ik, in die zin zit eigenlijk een heel hoofdstuk verpakt. Of daar zit iets in dat ik uit wil werken. En die kleine fragmenten werk ik uit, maar waar dat in het verhaal komt, dat weet ik niet. Weet je wel waar je naartoe gaat? Heel vaag eigenlijk. Dat ontstaat eigenlijk uit die Zijn er elementen. Duidelijke inspiratiebronnen? Of is dat jouw hoofd? Jouw het is fantasie? Uiteindelijk mijn hoofd, denk ik. Ja. Herinneringen. Muziek, vooral klassieke muziek. Dus muziek waarin gezongen wordt, leidt me heel erg af. Ja.
Want dan hoor ik ze allemaal woorden zeggen de hele tijd. Dus alles wat zonder woorden is, dat is heel inspirerend. Mm-hmm. Okay. Dus klassieke muziek, terwijl ik er eigenlijk helemaal niks van af weet. Schilderijen. Okay. Daar haal ik wel veel uit altijd. Nu je hebt de schrijfopdracht van Hubert Bruls aanvaard. Hoe ver ben je met je boek? En waar, kun je iets zeggen over de inhoud, waar het naartoe gaat? Ik had een... toen ik stadsdichter was, dat was van 2006 tot 2008 volgens mij. Toen schreef ik een heleboel gedichten. En schreef ik ook een heleboel gedichten over onderwerpen waar ik nog helemaal niks mee had. Of dan ging je echt verdiepen in iets. Dat kon zijn een kinderdagopvang die 20 jaar bestond. Of een archeologische opgraving van een Romeins grafveld. En daar probeerde ik dan poëzie van te maken. En toen kwam er een verzoek of ik een gedicht wilde schrijven bij een monument voor kinderen die overleden waren, maar geen begrafenis hebben gehad. En dan voornamelijk ging dat over kinderen die ongedoopt waren en in ongewijde grond begraven moesten worden. En dat werd onthuld, dat staat op Rustoord, in een bankje. En bij die onthulling waren, ik dacht, er komen een paar mensen, mijn ouders en van de Wintertuinen, misschien iemand van de gemeente. Maar het was heel druk. En vooral dames tussen toen 60, 75 ongeveer, dus dat zal nu... zullen die zijn zo tussen de begin 70, halverwege 80. En die hadden dat allemaal meegemaakt. En daar nooit over gepraat, zelfs met hun partners niet. En dat eigenlijk volledig weggestopt. En het duurde maar die middag en mensen bleven zitten met elkaar praten. Iedereen werd heel open. En het was zo ontroerend, omdat die mensen dat vaak 40, 45 jaar geleden hadden meegemaakt. En dat in de krant hadden gelezen en dacht, daar ga ik naartoe voor mijn kindje, waarvan ik niet eens weet waar het is. En dat is me altijd bijgebleven en dat vond ik zo aangrijpend dat ik dacht, daar wil ik iets over schrijven. En dat spookte al heel lang door mijn hoofd en ik dacht, daar wil ik iets mee, maar ik weet nog niet zo goed wat. En toen kwam dit verzoek en toen dacht ik, natuurlijk moet het in Nijmegen zijn. Dat is, om alle redenen past het daar. Het is ook gebeurd, hè? Eigenlijk hier. Ja. Jaap, je gaat een gedicht voordragen. Ja. Gaat dat hier over? Ja, dit is het gedicht dat op Rustoord in dat bankje staat. Schemerleven heet het. Het is een klein boekje, maar je kunt er toch de weg in kwijtraken. Hier staat het. Schemerleven. Je bleef te kort om te kunnen voelen hoe warm wangen zijn. Hoe verlangen soms naar een glas water smaakt, wat er na winter komt. Dat een afgeknipte tak in een vaas blijft bloeien alsof hij zijn boom niet mist. Dat enkel de zon geen schaduw heeft. Hoe koeien doen. Dat het leven was wat door jouw wimpers schemerde. En hoe traag daarna, elk uur opnieuw, de grote wijzer tegen zijn kleine kruipt. Mooi. Ik ga naar je collega schrijver, columnist, docent, recensent bij het Parool. Dat kwam al even aan de orde. Ja, Thomas, je hebt een rijk oeuvre en ook de stad speelt daar een rol in. Je columns, we hebben wel eens een rekensommetje gemaakt in de Gelderlander. Die zijn inmiddels ruim 2,5 miljard keer gelezen. Dat is heel indrukwekkend. Maar jouw thema's, of althans jouw wijze van schrijven, lichtheid, weemoed, welsmerts, hertslijden, verwarring, onzekere vreugde, alledaags ongemak, leven een beetje kwijtraken, verrassing, licht gemarineerde staat waarin mensen onder bepaalde omstandigheden kunnen geraken. Zingen deze karakteriseringen die ook door in deze nieuwe roman? Nou ja, dat is onvermijdelijk, want die horen heel erg bij mij. En wat je nog niet genoemd hebt, maar wat ik wel tussen de woorden doorhoor, is natuurlijk ook de werking van herinneringen. Wat voor mij een heel grote rol speelt. Van wat is waar van wat je herinnert en wat bedenk je dat je herinnert? Maar het is natuurlijk een boek, kijk, omdat ik de opdracht kreeg van Hubert Bruls van een boek over Nijmegen. Ik dacht, mijn meeste boeken gaan over, althans, in mijn meeste boeken is het, een groot deel van het decor is Nijmegen. Maar ik ga er nu nog wat intenser over schrijven, ook over opgroeien in Nijmegen in de jaren 50 en 60. Hoe Nijmegen veranderde in de jaren 70. Toen ben ik er weggegaan. Wat er van Nijmegen is blijven hangen in jezelf. En waarom, en ook Hans, waarom je graag
in die gedachte aan een stad verwijld. Wat is dat? En die vraag probeer ik te beantwoorden. En er zit natuurlijk in dat hele boek ook een verhaal over, vooral over, genegenheid. Meer dan, zeg maar, dan een amoureuze relatie, maar genegenheid voor iemand die, voor wie je had moeten zorgen. Maar dat kan ik niet allemaal onthullen nu, maar dat is allemaal een beetje mislukt. Maar het gaat, vooral, het gaat daarover en over de stad en over de veiligheid en, het lied van de stad en het hart van de stad. Het begint in het Kronenburger Park, waar ik heb leren lopen. En het eindigt ook weer in het Kronenburger Park, waar ik iemand ontmoet. Die ontmoet heeft of kort nadat hij had leren lopen. Dus tussen die twee momenten speelt de roman zich af. Ja, ja. En heel sterk bij jou, achter de tekst, daar zie je eigenlijk als lezer een soort filmische weergave ontstaan. Ja, ja, daar hou ik heel erg van. Dat geldt natuurlijk voor veel schrijvers, ja, hè, dat de basis vormt voor een heel mooi scenario, voor een verfilming. Ja, maar die zit bij jou achter de tekst. Ja, ik denk ook heel erg filmisch als ik een boek aan het schrijven ben. Hmm. Ik denk in scènes. Hè, en dus in iedere scène behandel je één ding en de volgende scène moet een vervolg zijn erop en iets toevoegen. Dus nooit te veel in één scène. Dus ik moet het ook heel erg zien. Ja. En als ik een schrijver ben, maak ik het mee. En niet alleen dat ik het opschrijf, maar ik zie het ook allemaal gebeuren. En mijn hoofdpersoon is ook een hoofdpersoon in een film die ik dan zelf maak. Probeer het allemaal. Hè? Ja. Zou je, je hebt wel een tipje van de sluier gelicht, maar zou je ook even een stukje tekst... Ja, kijk, het is allemaal heel erg voorlopig nog. Het kan allemaal nog veranderen. Ja, ik zal een klein stukje voorlezen om een indruk te geven. Dit speelt zich af in mei 1960. Ik heb mijn eerste heilige communie gedaan. En 's ochtends ben ik gefotografeerd in de tuin door een tante uit Limburg. Die zei, je bent een plaatje. En ik heb een horloge, gekregen van mijn oma. Dat moet ik even erbij zeggen. En ik zeg ik, want de hoofdpersoon lijkt heel erg op mij. Het is het begin van de middag. Nog slapper warm dan de ochtend. Ik sta in de achtertuin. De familie zit binnen. De tuindeuren zijn open. Ik sta op de plek waar ik vanochtend een plaatje was, zonder vrolijk te kunnen zijn. Ik zie het buurmeisje ook in de tuin. Ze speelt met andere kinderen die allemaal witte kleren aan hebben. Misschien zijn daar in huis een paar communiefeesten tegelijkertijd aan de gang. Ik ben er niet jaloers op. Eén communiefeest is meer dan genoeg. Ik kijk op mijn horloge. Voor het eerst doe ik dat spontaan als iemand die wil weten hoe laat het is. Wat je nooit zomaar wilt weten. Zojuist keek ik er natuurlijk ook een paar keer op. Maar dat was meer om te beseffen dat ik het kon. Dat ik een horloge had. Het is 2:50. En ik ben ervan overtuigd dat dit een tijdstip is dat ik moet zien te vermijden, levenslang. Ik wil mijn jasje uitdoen, maar dat mag natuurlijk niet. Een communicant doet dat niet. Misschien als ik uit het zicht ben, weg uit de tuin. Ik loop het paadje op, het paadje achter de huizen. Ineens wordt de middag ruimer en is alles voor me eindeloos. Langs de fietsenschuurtjes, langs de oude tuinen achter de huizen in de Beukstraat. De Beukstraat door, waar het licht altijd wat bleker is dan bij ons in de straat. De Bergendalse weg oversteken, het schoolgebouw passeren. En dan is er het uitzicht waar ik doorheen dwaal als ik vanuit het klaslokaal naar buiten kijk. Glooiend, begrensd door de Kopsehof, een vlakte aan de rand van de stad, waar wat lage noodwoningen bij elkaar staan, bewoond door mensen over wie met angst en walging wordt gesproken. Een van de jongens die daar woont zit bij mij in de klas, Harry Meijer. Hij is groot en rood en zwetend en heeft kleren aan die te krap zitten. Hij wordt als iedere dag de klas uitgestuurd. Hij heeft ook eens een ruit in een deur kapot geschopt. We zijn bang voor hem. Niet uit ontzag, het is andere angst. De ergste angst die er bestaat voor iets wat niet te begrijpen is. Waarover je nauwelijks iets kunt zeggen. En dan loopt hij die Kopsehof op naar die woningen toe. En dan gebeurt er iets. Hij is nog geen 8 jaar oud, maar er gebeurt iets wat de rest van zijn leven zal bepalen. En dat ga ik nu niet zeggen, want dat is dus volgend jaar zomer, rond de zomer te lezen in het boek dat dan verschijnt. We kijken er naar uit. Mooi. Ja. Prachtige beelden. Hier, ja. Ja, 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 ja. We hebben een tweede vraag die door een Nijmegenaar is ingesproken. Die vraag is voor jou, Jaap. Junja Banki, ze is in Maastricht, overigens geboren en getogen ooit. En ze is vierdejaars student Nederlands. Heel veel talent loopt er bij Jos Joost op de universiteit en zij heeft een vraag voor jou.
Hoe is het als schrijver om een opdracht te krijgen waarin een bepaald onderwerp of een aspect of zo in voor moet komen? In dit geval is het natuurlijk de stad Nijmegen. Vind je dat dan leuk om Nijmegen een zo groot mogelijke rol in je verhaal te geven? Of stel je altijd de inhoud van je eigen idee, van je eigen verhaal voorop? Ja, dat is echt een supergoeie vraag. Voor mij is een plek altijd wel echt een heel belangrijk decor. Dus voor mij is de plek in allebei mijn romans, maar ook in andere boeken, is bijna een personage. Heel veel boeken kan ik wel herinneren door de personages, maar ook door de plek. Soms verlang ik naar een bepaald landschap en dan ga ik een bepaald boek teruglezen. Dus in die zin is een plek heel erg bepalend. En doordat het een opdracht is, ja, daar heb ik in het begin ook wel een beetje over getwijfeld. Omdat ik dacht, ja, straks gaat er iemand van de gemeente meelezen en zeggen, nee, dit willen we liever niet zo hebben en dat zinnetje moet eruit. En toen werd verzekerd dat niet zo zou zijn. Toen dacht ik, ja, dan kun je helemaal vrij zijn. Je moet in een boek, ja, we hadden het daar net ook kort al even over. Je kunt als je een stad gaat beschrijven, alle mogelijke details. Elke ijsboer, wat ergens in de aanbieding is, dat er klinkertjes liggen. Dat er een fiets met een lekke band staat. Je kunt elk detail dat je maar kunt vinden, proberen erin te proppen. Maar uiteindelijk is het gewoon iemand die door een straat loopt. En daar is waar de scène over gaat. En het is het kiezen welke details van belang zijn. En in het begin van het schrijfproces waarin ik nu zit, ben ik heel erg die stad aan het opzuigen en vind ik al die details. En dat moet uiteindelijk kleiner worden op het moment dat het verhaal begint en dat ik het verhaal aan het schrijven ben, ontdek ik welke details relevant zijn om te vermelden. Dus wat ziet iemand? Zijn het die klinkertjes? Nee, dat ziet iemand niet, want je loopt gewoon over een straat waar je aan gewend bent. Zie je dan een aanbieding? Ja, nee, als je misschien een volwassene bent wel, maar als je een kind bent niet. Dus je gaat dan pas gebruiken uit die stad wat je nodig hebt en daar vrijheid in voelen. En aan de andere kant is het heel erg voedend. Dus het is voor mij heel voedend om het te zoeken binnen de werkelijkheid. Want dingen moeten wel kloppen en dingen moeten wel reëel zijn om daar dingen in te ontdekken die ik kan gebruiken voor mijn verhaal. Dus ik vond bijvoorbeeld iets moois dat er een drijvend zwembad vroeger was bij Lent met 3 baden. En dan kon je een pontje gratis over als je ging zwemmen. Supermooi zwembad, echt prachtig. Spreekt helemaal tot de verbeelding. Kan ik niks mee in mijn boek. Het was de Waal zelf, hè? Het was de Waal zelf. En het dreef daar met. En de Waal was heel schoon toen ook. Okay. En het water stroomde daar doorheen. Dus je zwom eigenlijk tegen de stroom in. Maar daar kan ik helemaal niks mee in mijn boek. Dus dan ga ik nog wat denken. Zou het misschien dan toch een tijdje. Dat ding dat was al weg. Dus dat kun je dan niet gebruiken. En het is voor mijn boek ook totaal irrelevant. Maar het is een prachtig detail. Ja. Dus dat is heel erg kiezen van wat kun je gebruiken en wat niet. Maar dat is ook heel inspirerend. Boeiend hoor. Ja. Deze oriëntatie en ook een zeer bruikbaar antwoord voor iemand die... Ik hoop het. Studeert. Goeie vraag. Ja, oké. Okay. Volgens mij is het tijd voor een muzikale onderbreking. Ik mag aankondigen, singer-songwriter Linde Schöne is onze gasten. En Linde woont in Nijmegen, heeft onlangs van de gemeente de prestigieuze cultuurstimuleringsprijs van de stad Nijmegen gekregen. Linde, je gaat voor ons zingen. Na een nacht als deze voelt het alsof het ochtend. Alleen nog maar bestaat voor het vieren van jouw gezicht. En we hebben moves te maken, maar wat gaat beter zijn dan dit? Welk succes komt in de buurt van jouw eindeloze blik? Dus blijf bij mij nog heel even. Nog heel even. Stormen die zijn machtig, maar op ons hebben ze niks. Het is een kwestie van tijd voor dit gaat zijn als het begin. En jij bent het wachten waard, meer dan alles dat voor mij is. Dit gaat ons sterker maken als we vechten voor die shit. Dus hou vol, nog heel erg. Nog heel erg.
Dankjewel, Linde, en begeleider. Heel mooi. We gaan je straks nog een keer terug horen aan het einde van deze programmering. Thomas, je had nog een vraag voor de burgemeester, vertelde je. Nou ja, want kijk... Thomas. Kijk, allereerst moet ik nog wel even zeggen dat ik het echt geweldig vind dat een burgemeester en gemeentebestuur opdracht geven aan schrijvers. Ik vind dat een prachtige gang van zaken. Dus daarvoor heel veel dank. En ook daarom hoop ik dat je heel lang burgemeester blijft van deze stad. Maar op een gegeven moment zul je toch stoppen. Op een gegeven moment komt er ooit een einde aan. Ja, ja. En ik stel me voor dat je ook een boek gaat schrijven. Oh. Of misschien ook wel over Nijmegen. Kijk, en ik zei net, mijn boek begint bij het Kronenburgerpark. Omdat ik dat een plek vind die iets aanzet. Een plek die iets geeft waarmee je verder kunt. En het eindigt ook in het Kronenburgerpark. Wat is jouw Nijmeegse plek om een roman of een autobiografie of weet ik veel wat te beginnen? Nou, ik zou eerst beginnen met een goede ghostwriter te zoeken. Want ik heb geweldig veel bewonderd voor jullie talenten. Maar ik ben meer van het verhalen vertellen en het graag lezen. Maar schrijven, dat is niet in mijn bestemming. Stel, ik had jou ingehuurd om dat te doen. En ik moest dan bedenken, waar zou het beginnen? Ja, als ik heel clichématig ben, dan zou ik zeggen op de Valkhof. Hè? Goed. Dat zou begonnen. Maar daar kun je wel een hele hoop aan ophangen tot aan de moderne tijd aan toe. Maar de Waal zeker. Het zou wel iets in de Waal zijn. Ja, maar ik heb iets met de rivier. En ik zou dan niet een plek zoeken. En dan zou ik dus juist niet voor de Valkhof pleiten. Maar misschien iets verderop, stroomafwaarts, bij de industrieterreinen, bij het kanaal. Al die ruwe stenen daar. Ik vind die ruwheid van die overgang tussen dat water en dat land vind ik altijd erg mooi. Heb ik wel iets mee. En nu je het zo vertelt, denk ik, ja, doe dat maar dan. Begin toch maar. Alsjeblieft. Ja. Ik heb eerst die ghostwriter nodig. Oké, we spreken het in die tijd. Ja, precies. Een verhaaltje ga ik er dan wel bij bedenken, inderdaad. Zo, ja. Je zit een docent van de schrijversacademie in Amsterdam. Dat ben ik al lang niet meer, maar ik heb het ooit al gedaan. Maar iets als een soort krimi meteen zo. Een krimi gelijk. Zo'n haven en die stenen. Ik denk meteen, daar spoelt iemand aan. Er gebeurt altijd iets onheilspellends. Als we nog even doorgaan, dan hebben we hier wel wat. Maar ik vind het juist interessant om zo'n onheilspellend decor voor iets heel liefelijks te nemen. Dat er iets tegengesteld is. Tessa, je hebt Jaap en Thomas zijn... waren wat meer met de stad verbonden. Je hebt eigenlijk als een waarnemer van de stad deze opdracht... Nijmegen bedoel je, ja. Deze opdracht aanvaard.
Er zitten heel veel elementen van de Tweede Wereldoorlog in jouw werk. Komt dat straks ook terug in jouw boek over Nijmegen? Nou, het gekke is dat ik eigenlijk niet per se nog eens keer over de oorlog wilde schrijven. Nee. Maar toen ik Nijmegen hier voor het eerst bezocht, om er een tijdje te verblijven en te leren kennen, toen werd ik eigenlijk meteen naar een prachtig antiek huis dat open wordt gesteld door mensen die een tijdje aan de universiteit moeten werken of een andere culturele bestemming. En ik was daar keurig. Het bezienershuis. Het bezienershuis. Ja. Iemand had me daar naartoe gebracht, liet me alleen. Ik vroeg nog, waar kan ik? Ik moet iets eten. Waar kan ik boodschappen doen? Want er was een keukentje en zo. En het was de bedoeling dat ik er een maand bleef. Toen zei ze, nou, je kunt wel naar de Spar. Als je deze straat helemaal uitloopt, dan kom je er vanzelf. En ik deed dat. En ik wist al dat de bovenstad van Nijmegen in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd was en dat er niet veel van over was. En zo kwam ik dan in de benedenstad terecht. Vanuit dat gerestaureerde bezienershuis. Trouwens gedeeltelijk gerestaureerd door Duitsers, als ik het goed begrepen heb, in de oorlog. Ook wel een pikante bijkomstigheid. En ik dacht, god, wat is dit hier? Dat is alleen maar één huis. Eén mooi oud huis. En wat is dit voor bouw? De rest? Helemaal niks. Ik was totaal gechoqueerd, zal ik eerlijk zeggen. Dat ik niks ouds om me heen aantrof. En ja, wat daarvoor in de plaats is gekomen, is ook niet echt geen uitgesproken lelijke nieuwbouw. Maar het is, want ik had al wat bestudeerd. Het bestond al in de tijd van de Romeinen. En er was een hele belangrijke stad, Karel de Grote. Een tijd lang bestond het al als belangrijke stad toen Amsterdam nog een moeras was. Zo is het, ja. En is dit dan Nijmegen? Ik was echt ontzettend teleurgesteld. En toen ging ik dat bestuderen. En toen kwam ik er dus achter dat het dus niet gebombardeerd was, dat het er nog stond na de oorlog. En dat het alleroudste stukje van de stad is, zo aan het water waar de stad begon. En dat dat dus is gesloopt in de jaren 70. Ik wist gewoon niet hoe het had. En dat is eigenlijk de oorsprong van het verhaal. Hoe heb jij die oriëntatie gedaan? Heb jij mensen geïnterviewd, ontmoet? Ik heb een maand lang mensen geïnterviewd. Vooral mensen die nog uit de oude tijd, die nog leefden. En mensen uit de benedenstad. Maar ook mensen die gewoon oud waren, die heel veel verhalen hadden over de bombardementen. En ja, ineens het kwam een soort splijting bij me op. Je had die oude, die ook al heel oud was, bovenstad. Die is op een paar gebouwen na met de grond gelijk gemaakt door de bombardementen. En dan had je nog, godzijdank, die stad aan het water, die een beetje Italiaanse aanschijn had. En dat je die stad, als die gerestaureerd was, zoals ze dat later begonnen te doen, dan had je daar een juweeltje gehad. En ik was gewoon een beetje in rouw. En ja, dat gevoel overheerst nog steeds. Hmm. Maar ik moet natuurlijk ook niets ten nadele van het leven in de stad nu. Want mensen accepteren het en voelen zich erin thuis. En als je die oude benedenstad nooit gezien hebt, dan heeft die ook nooit voor je bestaan. En dat wordt ook de toekomst natuurlijk. Maar ik ben nog net uit de oude tijd, vind ik. Dus ik wilde eigenlijk ook echt die benedenstad nog een keer laten herleven, zoals die geweest was. Als het ware redden, omdat de echte benedenstad niet gered is. Dan als het ware, ja, die benedenstad van toen en een beetje hoe het leven toen was, wilde ik nog één keertje beschrijven. Zoals ik dat
heel lang geleden voor Meander in een roman heb gedaan met het hippiedom. Op een gegeven moment, ik heb nog in het hippiedom geleefd. Maar al heel gauw haalden de mensen hun neus ervoor op. Hè? Het hippiedom was echt helemaal uit. Mm-hmm. En het waren allemaal een beetje kinderlijk idealistische mensen geweest. En daar heb ik ook een boek over geschreven om het te redden, zeg maar. Om ooit te laten zien hoe dat was als je daar deel van uitmaakte. Je maakt ons erg nieuwsgierig naar je boek. Je bent nog niet. Je maakt ons erg nieuwsgierig naar je boek. Je bent nog niet. Je bent wel behoorlijk op streek, om dat nou zo te duiden. Thomas mag een stuk voorlezen uit het werk wat je tot nu toe hebt gecreëerd. Het begin van het boek. Begin van het boek. Hoofdstuk 1 van Tessa de Loo. Achteraf gezien had de knot Wol zijn leven gered. Hing zijn aanwezigheid hier op aarde dus af van pure willekeur? Ja, hij kon er geen andere conclusie uit trekken. En God dan? Had hij hier de hand niet in gehad? Had hij niet bepaald, al die anderen mogen sterven, maar die jongen daar beneden, met die knot lichtblauwe Wol in zijn hand, die moet blijven leven. De mens wikt, maar God beschikt. Twan was in één klap genezen van die absurde gedachte. God was een vreed kind dat insecten de vleugels uittrok en grinnikend hun doodstrijd gadesloeg. Tussen de middag hadden ze een tijdje opeengepakt in de kelder gezeten. Tussen de wekflessen en jute zakken met aardappels. Ze waren zo gewend aan die overvliegende bommenwerpers van de Amerikanen dat het afdalen in die naar vocht en schimmel ruikende kelder routine was geworden. Die bommen dienden een goed doel. Ze werden op Duitse steden en fabrieken geworpen om het land van de nazi's met de grond gelijk te maken. Dat was een geruststellende gedachte. Iedereen wachtte met toenemend ongeduld op de dag waarop er daar niets meer te vernietigen viel. Het bomalarm was ingetrokken en ze waren zojuist van het souterrain de trap op geklauterd toen zijn moeder gehaast tegen hem zei: Twan, loop jij voordat je weer naar school gaat even naar tante Dina om haar deze wol te geven. Dat heb ik beloofd. Ze griste van het dressoir in de huiskamer een knot wol, zo groot als een voetbal. En breng dan het boek van Anton Kolen mee terug, dat ze van me heeft geleend, voegde ze eraan toe. Een lok blond haar die over haar voorhoofd hing, terugduwend. Dat zitten in de kelder op de klaarlichte dag, terwijl er zoveel werkzaamheden op haar wachten, ontregelde haar en werkte op haar zenuwen. Dat zag zelfs Twan, al was ze nog maar 8. Daarna werd ze weer altijd overijverig, als om de verloren tijd in te halen. Nu pas kwam ook zijn vader de trap op met zijn zusje van 3 op de arm. Hij hevelde haar over naar zijn vrouw en tijdens die korte transitie van het ene paar liefdevolle armen naar het andere lachte Fientje naar haar broer met innig samengeknepen oogjes en een beetje spottend, alsof ze samen een geheim deelden. Twan, zei ze zacht. Zijn naam ontsnapte aan haar lippen als een zucht. Hij was haar held en dat moest zo blijven. Dus hij lachte terug en kneep in het puntje van haar neus, terwijl hij de knot Wol met zijn linkerhand tegen zich aandrukte. Hun vader trok zijn witte jas aan om de apotheek in te gaan en Twan vertrok via de winkeldeur. Dat alles had nog geen 3 minuten in beslag genomen. 3 allerlaatste minuten die later zwaar van betekenis zouden worden. Buitengekomen liep hij door de Langhezerstraat een stukje omlaag, in de richting van de Waalhaven. Boven de huizen was de hemel koud en helder blauw, misleidend als een ijszee op een planeet waar de temperatuur nooit boven 0 kwam. Ongeduldig roffelde hij op de voordeur van zijn tante. Maar hij werd niet opengedaan. Was ze niet thuis? Wat moest hij nu met die domme knot Wol? Hij zag zich er al mee aankomen bij zijn school. Juist toen hij zich omkeerde om de knot terug naar huis te brengen, hoorde hij aanzwellend geronk van vliegtuigen. Ze vlogen in formaties van 4. Waarom?
De voorbijgangers in de straat bleven staan en keken naar de hemel. Zoals ze altijd deden, totdat de vliegtuigen uit het zicht verdwenen waren. Maar nu kwamen ze terug, laag overvliegend. De weerkaatsingen van de zon in het metaal waren scherp als messen. Er had geen bomalarm geklonken. Er klopte iets niet. Instinctief week Twan opzij in het portiek van de kantoorboekhandel naast het huis van zijn tante. Hij stootte tegen een wandelwagentje aan dat bijna omviel. Er zat een meisje van Fientjes leeftijd in, dat hem van onder een gebreide muts met grote donkerbruine ogen geschrokken aankeek. Hallo, grijnsde Twan, het wagentje weer overeind zettend. Waar is je moeder? De tijd was ingedikt. Zo snel volgden de gebeurtenissen elkaar op. De relatieve normaliteit van het leven in de stad naderde haar dramatische eindpunt. Maar niemand wist, niemand verwachtte het. In de buik van de vliegtuigen gingen kleppen open. En in minder dan een minuut kwamen de voor Duitsland bedoelde bommen naar beneden. Om in een donderend geraas op de eeuwenoude huizen en kerken van de meer dan 2000 jaar oude stad te exploderen. Door de luchtverplaatsingen die daar het gevolg van waren, werd Twan tegen de muur van het portiek gekwakt. Hij voelde de klap in zijn rug. Het leek alsof al zijn ribben braken. En tegelijkertijd hoorde hij de kerkklokken. Niet het galmende luiden waaraan hij gewend was, omdat ze zo dicht bij de kerk woonden, maar doffe, imploderende klanken als het kreunen van een stervende vorst. Twan zakte in elkaar en de wandelwagen met het meisje viel zijdelings tegen hem aan. Hierdoor verschoof zijn lichaam naar de rand van het portiek en kon hij ineens de hele straat overzien. Net op tijd om de toren van de Sint-Stevenskerk onder donderend geraas te zien vallen. Dankjewel. Mooi. Indrukwekkend. Dus we kijken reikhalsend uit naar je boek straks. Dankjewel. Maria Martens, ooit lid van het Europees Parlement en ook in de Eerste Kamer. Ze is al decennia lid van het leesclub. Welluidende naam Het Servetje. Een groep lezers die intensief boeken leest en koopt, is mijn ervaring. Maria heeft een vraag aan Thomas en ook aan de burgemeester. Bijzonder om een bijdrage te mogen leveren aan deze uitzending aan de vooravond van de Boekenweek. Ik ben gevraagd een vraag te stellen vanuit het perspectief Leesclub. Mijn vraag aan de schrijvers. Wat vindt u dat zeker aan de orde moet komen bij een bespreking van uw boeken? En de vraag aan de burgemeester. Heeft de schrijfopdracht nog een ander doel dan het promoten van de stad? Bijvoorbeeld het stimuleren van lezen? Wie begint er weer? Schrijvers eerst, literatuur voor het aardse politieke werk. Toch, Thomas? Nou, ik ben allereerst een grote voorstander van leesclubs. En ik hoor af en toe verslagen daarvan. En ik krijg af en toe vragen eruit. En ik vind het altijd interessant dat ze natuurlijk vragen beantwoorden. Die gaan over de structuur, over de personages, over hoe de plot in elkaar zit. Maar het allerbelangrijkste vind ik, en dat hoop ik dat het altijd gebeurt, is dat in een leesclub gepraat wordt over wat je met een boek wil vertellen. Wat het verhaal van het verhaal is. He, en ik kan me voorstellen een verhaal over veiligheid, over genegenheid, over toewijding, over aandacht en interesse voor alles wat je omringt. Zulke dingen. Maar kijk, dat is niet alleen het verhaal, maar wat het verhaal doet. De werking van het verhaal. Dat tot zulke conclusies, of tot zulke uitwisselingen, moet ik zeggen, kan leiden. Dat vind ik belangrijk. Nou, misschien sluit het ook wel aan op het tweede deel van de vraag van Maria Martens. Ik denk dat de hele opdrachten die we verstrekt hebben en gaan verstrekken in de toekomst als gemeentebestuur ervan uitgaat dat lezen ertoe doet, dat lezen van wezenlijk belang is. En je kunt pas lezen als er geschreven wordt, uiteraard. Zo simpel zit de wereld dan ook in elkaar. En een
En alles wat ik doe, in ieder geval een veel wat ik doe, is dat voor mij wel, wel leidend. Ik vind echt dat we in onze cultuur, in onze samenleving, waar heel veel vluchtigs gaat via social media, het echte lezen, het zoals ik dat vroeger op school kreeg, het begrijpend lezen. En dan in de zin zoals Thomas zegt, niet per se dat je nou de interpunctie en de structuur helemaal met z'n allen gaat lezen, maar dat een lezer de rijkdom en daarmee ook de ervaring voor zijn leven opplust, sterk maken. En ja, lezen van goede boeken, van literatuur, vind ik daar essentieel in. Dus ja, als dat daaraan bij helpt, deze opdrachten, graag. Oké, dankjewel. Dankjewel, burgemeester. We gaan afsluiten. Ik weet niet hoe het jullie vergaan is. Geen klaterend applaus om ons heen. Geen afkeurende en bemoedigende reacties van het publiek. Dus laten wel we goed gezelschap, Hans. Ja, in ieder geval applaus van mij. Laten we hopen dat we elkaar aan een soortgelijke tafel in een andere ambiance weer kunnen gaan ontmoeten. Ik vond het aangenaam om jullie hier te hebben. De burgemeester die heeft altijd niet alleen het hoogste woord, maar misschien ook wel het laatste woord. Dankjewel. Complimenten worden al mooi gevarieerd. Ja. Misschien denk je daar de raad anders over. Ik ontken me niet, ik trek me nergens aan hoor. Ja. Nou, maar we gaan nog wat muziek krijgen. Ja, maar goed. Nee, maar goed, ik zou weinig willen toevoegen. Er zijn hele mooie dingen al verteld. En ik verheug me ook op de boeken die jullie aan het schrijven zijn. Niet alleen dit boek van Nijmegen, maar uiteraard alle boeken die jullie mee bezig zijn of nog bezig gaan. En inderdaad, net wat jij zegt, Hans, als dat volgend jaar een eerste presentatie komt, hoop ik dat we die op een andere manier kunnen doen. Met meer mensen en elkaar er ook een goede hand bij kunnen geven. Dus heel veel succes en nog heel veel dank tot dusver. En jullie drie ook. Oké, dankjewel. En dan nodig ik Linde graag uit om dit muzikaal af te sluiten met het nummer Het komt wel goed. Kijk, een goede titel. Kijk, ja. Het komt wel goed. Lopen op water is overrated. Ik heb gezwommen in liefde haar zeeën. Ik zie mijn zondes als mijn grootste zegen. Want dat is wat me bracht naar mijn baby. Ik heb te lang niet gevoeld wat echt is. Ik snap te weinig van mijn eigen hersens. Viel steeds opnieuw voor dezelfde mens. Maar ik snap eindelijk wat de les is. Hey. Het komt wel goed. Zijn is moeilijk op slechte momenten, maar dat zijn precies momenten die tellen. Mensen die gaan laten mij weer beseffen. Ik ben zo dankbaar voor wat we hebben. Oh. Zelfs al zijn we broken, en zijn we boos en zijn we moe. Zijn we nog bereid om dit te blijven doen? Shout out naar mijn begeleider, ik geloof in ons. Het komt wel goed. Het komt wel goed.
komt ook alles goed. Ja, gelukkig wel. Dank u.